Nou, vandaag een interview met Rick Hoeve, trainer van het vrouwenteam van Zomeren en NWC. Rick, welkom. Dankjewel. We zitten alweer enkele weken in de nieuwe competitie, maar ik wil toch nog even met jou terugkijken naar het afgelopen seizoen. Je eerste seizoen bij het samengestelde team. Hoe zijn jouw ervaringen in dit eerste jaar? Dat was vooral in het begin even wennen. Dus natuurlijk kom bij een nieuwe club. Ik heb jaren bij een andere club gezeten in Geffen. En dan is zoiets de eerste keer toch al even aftasten hoe het allemaal in zijn werk gaat. En uiteindelijk hebben we een prima seizoen gedraaid voor een eerste seizoen. Waar we wel met wat tegenslagen te maken hebben gehad. Vooral qua blessures en stoppers. Maar ik denk dat de groep die overbleef het prima heeft opgepakt en met zijn resultaat rechtstreeks handhaving. Ja. Ik denk ook dat dat een heel belangrijk iets is geweest het afgelopen seizoen. Hè. Met de beperkingen die je had, toch op een redelijke veilige plek geëindigd in de hoofdklasse. Hoe heb je het ervaren met de twee clubs toen je begon, hè, Zomeren en NWC? Nou ja, ik wist nu natuurlijk niet helemaal wat ik daarmee moest verwachten. Het zijn natuurlijk twee dorpsclubs. Dat zo. Er zit nogal wat, hoe zeg je dat netjes? Beetje strijd. Beetje strijd en dat is gezond. Ja. En een samenwerking heeft natuurlijk hier zijn vrucht al wel afgeworpen. En nou, allebei de clubs die gaan daar vol mee in het meiden- en vrouwenvoetbal. En dat is alleen maar mooi om te zien. En dat is ook belangrijk voor de doelstellingen te kunnen halen en de continuïteit te kunnen waarborgen. Ja. Je komt uit Geffen. Klopt. En afstand Geffen naar Zomeren en Assen is toch een behoorlijke afstand. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk in de trainingsavonden? Nou, ik werk in Eindhoven, daar zit het bedrijf waar ik werk. En dan is de afstand al een stuk minder groot. Ja. Dus van daaruit rijd ik rechtstreeks door. En dan de terugreis, ja, die 45 minuten neem ik dan voor lief. Hoe gaat het met de samenwerking met 2, 3 en soms met 4 binnen de combinaties? Nou, eigenlijk steeds beter. We hebben daarin ook vorig seizoen wat moeten zoeken, wegen moeten vinden om daar elkaar het zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen. We zitten krap in de selectie bij alle teams, dus hulp was daar gewoon wat moeilijker. Uiteindelijk tegen het einde van het seizoen, waar de hulp echt nodig was, is hier vanuit vrouwen 2 ook gekomen, waarvoor we hartstikke blij waren. En die lijn waar we mee geëindigd zijn, die zijn we nu door aan het zetten. Nauw contact met Patrick, trainer van 2. En daarmee kunnen we proberen zoveel mogelijk problemen die zich voordoen te tackelen qua bezetting. Het was ook wel de opzet van de samenwerking tussen Zomeren en Assen om, zeg maar, ja, toch op een behoorlijk niveau en met een behoorlijke groep meiden te kunnen gaan voetballen. Ja. Dat is toch ook wel iets wat, ja, de voortgang natuurlijk bevordert, zeg maar. Zeker, ja. Nou, nieuwe seizoen begonnen. De voorbereiding gehad. Al 3 wedstrijden al gespeeld. Ja, zeker, ja. Hoe is de voorbereiding gegaan en hoe zijn de eerste competitiewedstrijden gegaan? Nou ja, de voorbereiding op zich met de vakantieperiode, die gooit natuurlijk heel veel roet in het eten om echt daar naartoe te werken wat je wil met je groep. Dat maakt het lastig. Je moet op een gegeven moment toch thuis geven als het erom gaat. We hebben de beker bewust als verlenging op de voorbereiding genomen, omdat we het oefenprogramma deels is weggevallen door de vele vakanties. Nou, daar waren we dus blij mee, in ieder geval dat die bekerwedstrijd dat nog in poolfase is en dat er 3 zijn. Daarmee hebben we ons wel goed kunnen voorbereiden. Zijn we goed richting de competitie toe kunnen. En dat resulteerde eigenlijk al direct in een overwinning, in een lastige uitwedstrijd uit bij Babel. Wat een knappe prestatie is van de groep. En daarna volgen 2 forse nederlagen die eigenlijk niet passen bij hoe we aan het trainen zijn en hoe we als groep omgaan met de fase waar we in zitten. Wat me bij de laatste 2 competitiewedstrijden opviel was, als je de eerste 20 minuten weghaalt van de wedstrijd. Dan weet je ze. Ja, dan weet je ze. Ja. Dus ik vraag me ook af van, ja, hoe kan dat eigenlijk dat in de beginfase fout gaat? Want je voetbalt eigenlijk de rest van de wedstrijd redelijk mee. Ja, je voetbalt zeker redelijk mee. En op het moment dat wij vrij aan het voetballen zijn,
dan laten we ook leuk voetbal zien. Dan laten we ook doelpunten zien. Goede aanvallen. Het beste attractief, denk ik, voor de neutrale toeschouwer om naar te kijken. Alleen je mag nooit binnen een half uur met 4-0 achter staan. Dat mag in geen één wedstrijd. Nee, dus de opstart bij een wedstrijd, dat mag wel wat beter. Ja. Kijken we even terug naar het vorige seizoen, het team dan en naar het team van nu. Zitten daar veel veranderingen in? Ja, we hebben natuurlijk gedurende het afgelopen seizoen afscheid genomen van Yvonne die gestopt is. Janske is tussentijds gestopt. Dat zijn natuurlijk twee spelers die basismateriaal zijn. Loes van de Ven. Loes van de Ven raakt in de eerste bekerwedstrijd geblesseerd. Die is heel het jaar weg geweest. Die heeft in de laatste wedstrijd van het seizoen haar rentree weer kunnen maken, gelukkig. Ja. Want dat is ook een speelster die belangrijk is voor het team qua ervaring, maar ook qua power en het fel in de coaching op een goede manier. Die hebben we inderdaad moeten missen vorig seizoen. En in het begin van het seizoen heeft ook Julia laten weten dat zij definitief moet stoppen in verband met een blessure. Dat is natuurlijk ook een harde lading. Het loopt nu, het tweede jaar aan de gang. Heb je nog wensen als trainer? Punten uiteraard. Daar is het allemaal om te doen. Ja. Maar ik denk, wat ik belangrijk vind, is dat we nu een wat bredere en fittere selectie hebben. Dat er wat meer mogelijkheden zijn. Dat we makkelijk kunnen vervangen, makkelijk in kunnen passen mocht er iets gebeuren. En ik hoop vooral dat dat zo blijft. En wat mooi is om te zien is dat de inzet op de trainingen gewoon super is. En alleen als we dat kunnen brengen, dan kunnen we het ook in wedstrijden brengen. Dan gaan wij nog zeker wat moois laten zien. Heb je nog bemoeienissen gehad met de samenwerking van de jeugdteams die momenteel gaan is, 17, 15? Nou, vooral, ik heb vooral toegejuicht, omdat er natuurlijk daarmee een extra stroom richting uiteindelijk de damesselectie gaat komen. We hebben natuurlijk wat meiden bij jongensvoetballen, dus die via de jongens de doorstroom kunnen maken. Maar doordat er nu gekozen is voor selectie, dat heb ik zeker toegejuicht, dat hebben we ook via de meiden dat kunnen doen. En dat heeft ook eigenlijk al gezorgd dat de eerste van de MO17 ook toegevoegd is aan... Aan de selectie afgelopen selectie vrouw 1. Ja. Nou, dat is dan alweer het voordeel van de samenwerking. Absoluut. Mis je nog iets bij het kader van het eerste team? Ja, de vacature voor verzorgster staat nog open. En die is wel wenselijk dat wij die ook ingevuld krijgen, met name bij uitwedstrijden. Anne en Renske vullen het nu nog redelijk in bij de thuiswedstrijden. Ja. Dat is super fijn. Alleen we hebben wat uitwedstrijden te gaan. En dan is het wel wenselijk dat daar iemand van verzorging bij zit. En verder zijn we eigenlijk qua staf, hebben onze groep mooi compleet. En dat is wel fijn. Er zijn ook mensen waar je gewoon altijd terug kunt vallen. Dat is belangrijk. Dus bij deze eigenlijk ook een beetje de oproep of er iemand in de verzorging wil toetreden tot jullie groep. Zeker. Ik wil het hier eigenlijk bij laten. Ik bedank voor de informatie. Graag gedaan. Ik wens jou heel veel succes met jouw team in de competitie. En ik hoop dat je ons nog vele mooie wedstrijden laat zien op het sportpark. Laten we het hopen. Dankjewel. Hartstikke bedankt.